De Rotterdamse haven, die in de jaren na de oorlog zulk een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt en een van de grootste havens ter wereld werd, breidt zich nog steeds verder uit. Mede onder invloed van de snelle ontwikkelingen in Europoort en Botlekgebied. In de nabijheid van de Waalhaven worden met het oog op de uitbreidingsplannen nieuwe terreinen vrijgemaakt. Zo is men hier begonnen met de sloop van een hinderlijke erfenis uit de oorlogsjaren, de door de Duitsers gebouwde duikbootbunkers. Rotterdam heeft 1963 uitgeroepen tot havenjaar. En daarom was de traditionele opbouwdag nu speciaal gewijd aan projecten die bij de haven horen. In gezelschap van burgemeester en wethouders bezochten journalisten een in aanbouw zijnde Amerikaanse raffinaderij en de Shell-opslagterreinen in Europoort. Burgemeester Van Walsum en de genodigden zagen hier meester Van de Mandelen het lasapparaat inschakelen, waarmee de vloerplaat werd gelast voor de eerste van vier reusachtige olietanks, elk met een inhoud van 100 miljoen liter. Steeds meer landbouwgebieden vallen ten offer aan de industrie, die het Botlekgebied en Europoort een ander gezicht geeft. En met de uitbreiding van die industrie houdt de vergroting van het havenoppervlak gelijke tred. Nog steeds is Rotterdam een stad van enorme bedrijvigheid. Op de opbouwdag 1963 hebben velen zich daarvan kunnen overtuigen.